Burgemeester Liesbeth Spies, uw eerste reactie op het rapport? Goed dat eindelijk duidelijk is geworden wat precies de oorzaak van het ongeluk op 3 augustus vorig jaar is geweest. We hebben steeds gezegd van wij willen dat de onderste steen boven komt. En het is nu heel duidelijk dat er een heel ondeugdelijk hijsplan ten grondslag lag. En dat dat de oorzaak van het ongeluk is geweest. Vooral de aannemers, daar is felle kritiek op. Dat heb ik ook gelezen. De onderzoeksraad geeft echt heel nadrukkelijk aan dat zij vinden dat de 4 aannemers op een aantal punten echt grove steken hebben laten vallen. En dat is natuurlijk een hele, hele heftige conclusie. Wat vindt u van het feit dat er over de gemeente wordt geschreven? Ook de gemeente wordt stevig aangesproken door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zij geven aan dat wij ook echt op een aantal punten, met name op het aspect van omgevingsveiligheid, dingen onvoldoende goed voor elkaar hebben gehad. Zowel bij het opdrachtgever zijn voor de brug als bij de vergunningverlening. En natuurlijk zijn we daar heel hard al mee aan de slag om te kijken hoe dat we dat naar de toekomst toe beter kunnen gaan doen. Waarom heeft de gemeente eigenlijk blind vertrouwd op de expertise van de bedrijven? Omdat we een vorm van aanbesteding hebben gekozen waarin we hebben gezegd van er moet een nieuwe brug komen. En we hebben ook met gerenommeerde bedrijven zaken gedaan. We hebben aanbesteed op een nieuwe brug. En hoe dat die nieuwe brug er precies zou moeten komen, dat is ook in de contractvorm bepaald dat we ons weinig met het hoe zouden gaan bemoeien. En de onderzoeksraad concludeert nu dat we er toch iets dichter op hadden moeten zitten. Nou, daar moeten we ons voordeel mee doen bij toekomstige situaties. Ongeveer een week van tevoren werd exact duidelijk dan hoe het hijsen zou gaan gebeuren. En de gemeente had op dat moment kritischer moeten zijn. De onderzoeksraad zegt de gemeente had er dichter op moeten zitten, had kritischer moeten zijn op het totaal. Ondanks het feit dat je niet van de gemeente mag vragen dat ze alle inhoudelijke expertise in huis heeft om dat hijsplan helemaal goed te kunnen beoordelen. Maar er dichter op zitten, het preciezer volgen, dat was wenselijk geweest. Net zoals we hebben geoordeeld dat er geen vergunning nodig was voor het hijsen. Dat accepteert de onderzoeksraad ook. Maar zij zeggen van in een volgend geval had een bouwveiligheidsplan behulpzaam kunnen zijn bij. Was geen wettelijke verplichting, maar het zou wel een goed hulpmiddel kunnen zijn. Nou, ook dat maakt dat we nu al bij een aantal situaties een bouwveiligheidsplan hebben gevraagd waar we dat misschien in het verleden niet hebben gedaan. Heeft de gemeente een adviseur in de armen gesloten om dit alles te begeleiden? Waar de onderzoeksraad vervolgens van zegt, die had helemaal geen kennis van zaken. Of althans, die had niet de expertise om bijvoorbeeld het hijsplan te beoordelen. Hoe kan zoiets? We hebben verschillende adviseurs in de arm genomen. En de onderzoeksraad is in één opzicht wel heel consequent. Die legt de vinger op elk van de betrokken partijen. Dus ook op de externe adviseurs die de gemeente hebben geadviseerd. Maar belangrijk is daarbij natuurlijk wel dat de onderzoeksraad primair ook concludeert dat ondanks het feit dat de gemeente en die adviseurs ook een rol hadden kunnen spelen, dat de verantwoordelijkheid bij de aannemers niet wegneemt. Kunt u schetsen hoe dat dan die week voor dat brugongeluk is gebeurd? Want het moet dan toch ergens ter tafel zijn gekomen dat de adviseur zoiets had van, nou ja, het zal wel goed zijn, maar eigenlijk weet ik het niet. Daarover is het onderzoeksrapport vooral ook duidelijk. Die zeggen van er is vertrouwd op het vakmanschap en op de expertise van de partijen die de klus moesten gaan klaren. En dat vertrouwen is misschien wel te groot geweest. Want als ik een veranda wil laten aanleggen, dan kijkt er 8 man voor bij de gemeente voor de vergunning. En hier vertrouwen jullie er blind op. Nou, dat is een vergelijking die werkelijk op alle punten mank gaat. Want als je een veranda aan wil leggen, dan moet je ook met een deugdelijk plan komen. Net zoals de aannemers met een deugdelijk plan moesten komen voor het vernieuwen en het aanleggen van een nieuwe brug. En die 8 man kijken niet naar jouw veranda. Ik denk dat er misschien wel meer dan 8 naar het renoveren van de Koningin Julianabrug hebben gekeken. Wat gaat er in de toekomst anders? Welke lessen gaan er uitgeleerd worden? Want bijvoorbeeld wat aan de orde kwam is dat de veiligheidsrisico's in de overleggen te weinig aan de orde zijn gekomen in de ogen van de onderzoeksraad. Nou, het rapport is natuurlijk nog maar een paar uur oud. Dus wat er precies allemaal anders moet, daar gaan we ons natuurlijk stevig op beraden. De onderzoeksraad geeft daar wel een paar handvatten voor. Daar zullen we ook uitwerking aan geven. Maar betekent bijvoorbeeld dat we bij de Maximabrug wel een bouwveiligheidsplan hebben gevraagd. En daar ook
in termen van het contact houden met de aannemers, er op een iets andere manier in zijn gaan zitten als dat we dat bij de Koningin Julianabrug hebben gedaan. Overigens hebben we dat natuurlijk ook al veel indringender gedaan bij de tweede keer dat het brugdek voor de Koningin Julianabrug nu wel succesvol is geplaatst. Geeft dit rapport nog aanleiding om de hijsplannen voor de Maximabrug over 2 weken aan te passen? Ook dan gaat er gehesen worden vanaf pontons? De hijsplannen die zien er anders uit. Ja, er gaat gehesen worden vanaf pontons, maar de kranen hebben een andere opstelling. De pontons worden ook verankerd op bepaalde plaatsen aan de wal. Dus het hijsplan voor de Maximabrug is niet te vergelijken met het hijsplan voor de Koningin Julianabrug. De locatie is ook totaal onvergelijkbaar. Dus ieder bouwwerk vraagt om een eigen afweging en een eigen plan. En dat is dus ook bij de Maximabrug gemaakt. Kunnen we de Alphenaren dan op vertrouwen dat het die keer en de volgende keren goed zal gaan, veilig zal gaan, dat overal opgelet gaat worden? De Alphenaren kunnen vertrouwen op het feit dat we dat zo zorgvuldig mogelijk zullen doen. Menselijke fouten kun je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. Ongelukken, hoe graag je dat ook wil voorkomen, kun je nooit helemaal uitsluiten. Maar wij doen alles wat in ons vermogen ligt om die kans zo klein mogelijk te maken. De onderzoeksraad zegt, nou, de gemeente heeft wel degelijk een rol gespeeld. Zij het bij de veiligheid. Vindt u dat u uiteindelijk uw excuses daarvoor moet aanbieden, dat het toch niet goed gegaan is? Ik vind dat ik verantwoording moet afleggen over alles wat we hebben gedaan. Dat geldt overigens niet alleen voor de burgemeester, maar dat geldt voor het hele college. En dat gaan we aanstaande woensdag aan de raad ook doen. En uw eigen positie? Ook daarover ga ik me verantwoorden. En het is aan de raad om daar een oordeel over uit te spreken. U vindt niet dat u op voorhand moet opstappen of u vindt niet dat u überhaupt moet opstappen? De onderzoeksraad heeft heel helder aangegeven dat dit ongeluk niet te vermijden was omdat er een ondeugdelijk hijsplan lag. Daar ligt de kern van de oorzaak van dit ongeluk en daar wou ik het ook graag laten liggen.